Hallo. Hallo Fiene. Fiene, oma Cora die vroeg mij of ik zo vriendelijk wilde wezen om jou je verjaardagscadeautje alvast te geven. En je verjaardagscadeautje ligt daar zo. Kijk eens daar zo. Oh, nou, dat is niet te missen, dat grote pak. Dat is heel dat heeft oma Cora voor jou geregeld. En jij mag het hebben. Wat een mooi papier zit er omheen. Jeetje, wat is dat nou, Fiene? En hoeveel jaar word jij, Fiene? Hoeveel jaar word jij? Vijf. Ja. Wat zou daarin zitten? Het is een beetje roze. Het ziet een beetje roze uit, hè, Fiene? Met witte stippen. Roze met witte stippen? Jeetje, hé. Oh, het rammelt ook, hè, Fiene? Even helpen. Hier zit nog een elastiek. Een plakband. Dit is een elastiek. Een plakband. Dat is een mandje. Ja. Oeh. Het is een naaimandje. Maak hem eens open, Fiene, het naaibandje. En kijk jij eens wat erin zit allemaal. Kijk eens aan de voorkant, daar, ja. Ja. Wat vind je ervan? Vind je het mooi? Ja. Dan heb je wel een veel mooier naaibandje dan ik. Jij hebt een naaidoos. Ja, voor jou is veel mooier. Ja, als ik jarig ben, wil ik ook zoiets. Nou, heeft oma Cora... Jij wordt 37. Ja. Ja. Heeft oma Cora dat een beetje goed gedaan, Fien? Hé? Daarmee kan je kraken. Ja. Ja. Kom, gaan we kraken. Nou, dat was het cadeautje van oma Cora. De roze met witte stippen naaimand. Ik vind hem prachtig. Voor Fiene's vijfde verjaardag. En Fiene gaat nu knijpen. Fiene gaat nu knijpen. Knijp maar lekker, Fiene. Oh, wat knijpt ze. Nou, je hebt nog even werk, denk ik. Als je het allemaal wil knijpen. Nou, dag Fiene. Dag Eva. Dag. Dag.